schotten van mijn secretaris. Dat staat mij wel erop. Er zijn nog drie mensen die moeten stemmen. Alweer een Fred. Alweer een. Oké, okay, dus van raadslid Pieters komt zijn stem blijkbaar niet door, maar ik zie dat hij akkoord is. Iedereen akkoord, behalve één onthouding van mevrouw Wolter Hofmans. Dat is correct, hè? Ja, dankjewel. Agenda punt 14. Is het advies van de rekeningen 2019 voor het autonoom gemeentebedrijf Kokzijde? Schepen Anseeuw. Dank u wel, voorzitter. Die rekening 2019 werd goedgekeurd in de Raad van Bestuur. Vorige week, dacht ik, is dat intussen. Ja. Ja. Je hebt ook het verslag van de bedrijfsrevisor die erbij zit. En graag ook positief advies vanuit deze gemeenteraad voor die rekening 2019 van het AGB. Raadslid Van Erk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de uiteenzetting. Ja, hier dus weer andere prioriteiten. Hier heeft onze fractie een andere mening. U weet dat wij al lang vinden dat de golf niet tot het takenpakket van de gemeente behoort. Wel daarom niet zeggen dat we de golf geen warm hart toedragen, maar een ander beheer zou hier opportuner zijn. Zeker als we zien dat die uitgaven die u budgetteert van de parkeergelden eigenlijk voornamelijk naar dit project gaan. Bijkomend onze bezorgdheid ook over het zwembad in Kokzijde Dorp, het Blekkerbad, die aan oplapwerken toe is. Het Blekkerbad wordt ook voor lange tijd gesloten. Net nu de mensen eigenlijk met corona meer moeten gaan bewegen, net nu ze eigenlijk zouden kunnen gaan zwemmen, moeten we ons zwembad gaan sluiten. Problemen met de vloer. Ik denk dat de oplossing van enkele oplappingen met tegeltjes niet voldoende zal zijn. Onze fractie vindt het dan ook jammer dat er daar niet op lange termijn gekozen is op het moment dat er vernieuwingen waren in de vorige fase, dat men niet meteen het volledige zwembad aangepakt heeft. Dan zaten wij vandaag nu niet met dit grote probleem, net nu we dit eindelijk kunnen gaan gebruiken. Bijkomend denk ik dat het ook zeer belangrijk is om het verlies aan inkomsten ook mee te rekenen. Deze worden hier ook niet ingecalculeerd, maar langdurig sluiten van het zwembad betekent natuurlijk rechtstreeks voor het AGB ook inkomsten die verloren gaan. Maar goed nieuws, burgemeester. Zeer goed nieuws, want na veel en lang pleiten lees ik dat het openluchtzwembad langer zal open blijven. U hebt ooit gezegd, burgemeester, de dag dat het openluchtzwembad langer zal open blijven, zullen we er samen een keer nog gaan zwemmen. Wel, ik denk dat die dag aangebroken is, burgemeester. Ik nodig u uit om uw mooiste zwemshort boven te halen, want ik ga met u in het openluchtzwembad gaan zwemmen. Ik kijk er naar uit, burgemeester. Je moet je redders, dank u wel. Je redders mee pakken daar, he, van de vooruit. Dan. Ja, inderdaad. Ze zullen ja, alle twee dus, een aangepaste outfit toezien. Dat we blijven drijven, burgemeester. Maar dus, fantastisch. Daar nog een klein vraagje, misschien naar de schepen toe. Wat gebeurt er dan eigenlijk met het personeel van het Hoge Blekkerbad? Wordt die dan ook ingezet in dat openluchtzwembad? Want ja, nu het andere zwembad gesloten is, vermoeden we bij goed weer en bij optimale omstandigheden dat er daar wel eens een overrompeling zou kunnen ontstaan. Wordt dat personeel daar dan ingezet of hoe gaat dat dan daarentegen? En natuurlijk vragen wij dan straks ook de stemming. Tot vorige week was de inzichten over het zwembad eerder negatief, maar deze morgen heeft de burgemeester daar positieve nieuws over, burgemeester, wat het Hoge Blekkerzwembad betreft. Dank u wel, Schepen. Ja, ik ben vanmorgen op plaatsbezoek geweest met Stefan Widoge en met de zwembadbeheerder Corneel, de architect Stefan, die er mee bezig is. We hebben een keer een rondgang gemaakt. En met een beetje goede wil gaan we er dus aan uit geraken, zodanig dat normaal, tegen dat het zwembad in Osloenkerke bad sluit, 8 september normaal, 15 september, dat we dan terug kunnen opengaan in het dorp. Het valt allemaal nog beter mee dan we gedacht hadden. We gaan zeker, het gaat natuurlijk een beetje kosten moeten gemaakt worden, een beetje versneld tempo moeten gewerkt worden. Maar we zien dat wel zitten om terug open te gaan
tegen half west september. Het buitenbad van Kokzijde gaan we sluiten. Dan gaan we een afsluiting maken. Dat klein buitenhokje gaan we maar bijna zeggen. En we gaan dus daar een meren zonneterras maken. Dus dat de mensen daar naar buiten kunnen gaan. En voor de rest eigenlijk moet er niet veel ingrepen gebeuren. Dus allemaal eerder beperkt, vooral een beetje faillassen erbij doen. Dan ga ik ook kijken voor de stabiliteit en voor ook nog een paar zaakjes op te lossen. Maar het is allemaal positief dat we dus dorsten verlangen als we er naartoe gingen van deze morgen. Ik ben er eigenlijk wel heel blij over. Dus de vooruitzichten zijn beter dan ik gedacht had. Misschien gaan we dan toch nog niet moeten gaan zwemmen in onze kerk. Misschien dan ook samen een keer in het Zeusbuis. Ja. Raadslid Lones. Ja, dankjewel. Over het zwembad van Kokzijde ben ik blij om de actie te zien. We hebben vanochtend onze vraag ingediend. Ik zal dat straks aan Greet vragen laten om die vraag te stellen. Maar blijkbaar heeft het indienen van de vraag al tot gevolg gehad dat u een plaatsbezoek hebt gedaan. Nee. Dus daar ben ik wel bijzonder blij om. Maar dat komt dan straks nog terug. Want er lijkt mij toch wel wat meer aan de hand te zijn en het feit dat de ganse zomer het zwembad gesloten is. Maar bon, dat volgt straks. Maar twee, het zou wel goed zijn, burgemeester of schepen van sport, Dawind, als wij een bevestiging zouden kunnen horen dat het strandbad, het openluchtzwembad in Oostuinkerken, dat dat open gaat effectief op 1 juli. Want in verschillende gemeenten is daar wat discussie over. Dus de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat dat kan. Maar het ministerieel besluit, het befaamde besluit dat er altijd moet komen na een raad, is er nog altijd niet. Het zal u ongetwijfeld ook geërgerd hebben, tergert mij in elk geval. Maar dus dat is er nog altijd niet, waardoor er wat discussie is over de veiligheidsprotocollen in tijden van corona. Ik merk dat er sommige gemeenten een zwembad dus de 1 juli woensdag openen, maar ook andere gemeenten niet. Dus het zou wel goed zijn om te weten... Wat de N-VA-gemeenten? Wij gaan open. Waar wij kunnen, gaan wij open. En zeker als het openluchtzwembad zit. Nee, maar het zou goed zijn dat dat wel eens bekeken wordt, want dat is niet even evident. Dat weet u ook met de ganse crisiscel enzovoort. En dan een derde puntje bij dit punt AGB. Wij zullen ons onthouden op deze rekening, omdat we voor een aantal dingen voor zijn, een aantal dingen wat minder vinden. Maar één specifiek punt dat we toch graag nog eens expliciet willen vermelden, gaat over het gebruik van de parkeergelden uit de rode zone. We willen zeer graag dat in de winkelstraten, geld dat geïnd wordt in de winkelstraten, dat dat geïnvesteerd wordt in de winkelstraten. Dat is een principe dat we elke keer opnieuw zullen vermelden, totdat wij daar hopelijk ooit een consensus over kunnen bereiken met jullie. Dank je wel. Dan denk ik eigenlijk dat iedereen voldoende geïnformeerd is om over te gaan tot de stemming van de raadslid. Van Erp, vraag nog een tussenkomst? Ja, nee, geen tussenkomst. Ik had de vraag gesteld wat er zou gebeuren met personeel, het huidige personeel van het Blekkerbad. Daar had ik nog geen antwoord op gekregen. En of het zwembad open gaat op 1 juli? Ik kan niet allemaal zeggen dat het feit allemaal opgelost is. Uiteraard, alle gekheid op een stokje. Wij gaan open morgen. Dat is zo gepland. Je kunt dat niet nog zeer in 2 minuutjes oplossen, natuurlijk. Dus morgen gaan we open. Ze waren vandaag opeens met de laatste hand aan het leggen. Dan het personeel wordt ingezet waar dat nodig is. We hebben dus gekozen van bij het begin van de corona om alle mensen te blijven in dienst houden. Om dus eigenlijk over de diensten heen te werken. Dat is niet anders met de mensen van het zwembad die eerst door corona noodgedwongen niet konden werken. Dat zal ook niet anders zijn voor de mensen die voorlopig niet kunnen werken, omdat dus er werken moeten gebeuren in het zwembad zelf. Trouwens, ik wil daar wel een keer op wijzen, want we zijn dus er nu al enkele weken mee bezig, om niet te zeggen maanden, met het zwembad in de Kokzijde dorp. Ze hebben daar al heel mooi werk gedaan, onze medewerkers. Ze zijn bezig met schilderen. Ze hebben zelf de faillasse onderzocht en afgekapt waar dat nodig is. Veel voorbereidend werk gedaan, zodanig dat de kosten van straks de mensen die het gaan moeten herstellen, dus tot een minimum gaan beperkt worden. Dus dat is eigenlijk heel goed. En dus kan ik positief beantwoorden op die twee vragen. Ja, het was eerder in de richting van stel dat er een overrompeling is, burgemeester, dan hebt u inderdaad personeel die klaarstaat voor het openluchtzwembad. Hè? Want die mensen leveren inderdaad zeer goed werk. Hè? Ja. Het aantal bezoekers. Pardon? Ja, het is nog altijd de beperking van het aantal bezoekers. Ja, uiteraard. Maar ja, er zullen meerdere shiften zijn, want het zal langer open zijn. Hè? Dus,
Oké. Okay. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt, dus agendapunt. Ik hoor trouwens misschien tussendoor dat er al s'nachts gezwommen wordt in het zwembad. We zijn al bezig met zwemmen. Dat zal niet het eerste jaar zijn. Het is al een jaar hetzelfde. Oké, de stemming is open. God, hier kan ik weer weg, zeg. Nu telefoon, hè? Het is gelukt, hè? Ik heb tegen gestemd. Maar het is wel gelukt bij mij. Oké. Waarom had dat bij ons dat hier niet meer van boven? Het punt met 14 voor. 4 tegen en 7 onthouden. Op zijde vooruit 7. Hij is burgemeester voor. India onthouden. Oké, dan hebben we agenda punt 15, is het meerjarenplan 2025, een eerste wijziging. Opnieuw voor het AGB, Schepen Anseel. Dank u wel. Inderdaad, de eerste wijziging voor het meerjarenplan voor deze legislatuur. De grootste wijziging gaat hem over een onderhoudsweg die dient aangelegd te worden op de Golf. Deze zou een goede 100.000 euro geraamd zijn, een aanzienlijk bedrag, maar het is wel nodig om die weg aan te leggen. Raad de goedkeuring daarvoor. Laatste Lonus. Ja, het is een technisch correct voorstel wat er zit, maar ik zal het kort maken, maar wij verwijzen terug naar de vorige discussie, die meerjaarbegroting. Er zit wel een aantal beslissingen die wij graag hadden gezien in dit project, die er niet in zitten. Straks komt er bijvoorbeeld een dossier rond de waterbevoorrading van onze landbouwers, waar samengewerkt kan worden en waar het AGB ook een rol zou kunnen inspelen. Dus een aantal projecten die er niet in staan. Een ambitieniveau dat misschien wat hoger kan, dat zeker wat hoger kan liggen. Dat is de reden waarom wij ook op dit punt tegen zullen stemmen. Oké, dus als ik het begrijp, hebben jullie nu een andere stemhouding dan daarnet. Hè? Dus dat is een nieuwe stemming die we zo meteen zullen openen. Ja, de stemming is open. Jullie is weg. Ah ja, het is niks. Oké, okay, dus iedereen die aanwezig is gestemd. Oké, dan gaan we naar agenda punt 16. Is een kennisgeving van de jaarrekening, jaarverslag en verslag van de accountant voor het jaar 2019 van de projectvereniging Achthoek. Schepen Anseel. Dank u wel. Inderdaad, het project duurde tot eind 2019. En hier vragen wij dan ook kennis te nemen van de jaarrekening, het jaarverslag en het werkingsverslag voor Achthoek, dat intussen vier toren is geworden. En daarover later meer. Het is de bedoeling dat we vrijdag de nieuwe werknemer daarvoor gaan aanduiden in het CEPE-college. Maar daarover dus later meer. Oké,
Vraagt raadslid Lonos? Nee, perfect hoor. Maar uit curiositeit, zal die werknemer nu hier op onze gemeente zitten of is daar nog geen beslissing over genomen? Hij zal vooral hier zitten, maar hij gaat uiteraard ook op zoek gaan bij de andere gemeente. Oké, vraagt iemand de stemming over dit punt? Nee, iedereen kan dat goedkeuren. Dankjewel. Agenda punt 17 is de lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht voor de begraafplaats Oost-Tuinkerke, een open bezinningsruimte en sanitair. Schepen Heersens. Ja, dit gaat over een projectje in de begraafplaats in Oost-Tuinkerke, waar we een open bezinningsruimte en sanitair willen voorzien. Dit gaat over een project van €218.560, BTW inbegrepen. En het lastenboek, de raming en de plannen zijn opgesteld door architect Stefan de Pla. Dus deze opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure. En een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische dienst, de financiële dienst en de financieel directeur. Raadslid Gantois. Dank u wel. Mijn vraag richt zich eigenlijk naar de schepen van cultuur, maar ik wil in ieder geval ook wel zeggen dat wij dit met veel plezier gaan goedkeuren. Een verzorgde plaats, begraafplaats is altijd een pluspunt. Mensen komen daar recht tot rust. Ook de inrichting van die bezinningsruimte heeft een mooie meerwaarde. Maar misschien twee dingen, raadslid Verhagen, die komt straks ook nog kort tussen. Aan u, schepen, schepen Heersens. Op Kokzijde Dorp zijn er heel veel graven die aan het verzakken zijn, die schuin liggen. Vooral als je dus de begraafplaats opkomt, de kerk rechts, de linkerkant, zijn er heel veel. Hoe verder je richting straat Containerpark gaat, hoe meer graven er eigenlijk schots en scheef bij liggen. Het is geen mooi zicht, het is niet aangenaam, het is ook niet prettig eigenlijk. Misschien een keer kijken wat je daarmee kan doen. En dan schepen aan Zeeuw. Ik heb een aantal maanden geleden gevraagd hoe het eigenlijk zat met het project om naar hergebruik of bruikleen van bestaande graven te gaan. Meteen ook daarbij aansluitend de vraag of dat er nog gewerkt wordt aan het Peter of Meterschap van bestaande grafmonumenten. We hebben het er al over gehad in deze gemeenteraad. U was daar dan toch eigenlijk wel enthousiast over en u hebt daar positief op geantwoord. Ook in de vorige legislatuur was het college daar positief over. Eveneens de gemeenschappelijke adviesraad voor onroerend erfgoed. We zijn in de vorige legislatuur naar Beernem geweest. Met de algemeen directeur nog, met de dienst erfgoed en cultuur. Ook in Kokzijde hebben wij toch eigenlijk wel een aantal grafmonumenten die waardevol zijn, die beschermenswaardig zijn. Het zou wel jammer zijn als die moesten verdwijnen. Maar het bewaren van funerair erfgoed is eigenlijk voor een gemeente niet zo simpel. Het is zeer belastend voor het gemeentepersoneel. Vandaar dat eigenlijk dat Peter en Meterschap eigenlijk een zeer goede oplossing zou zijn. We zijn uiteraard nog altijd, en we waren ook ooit de eerste onroerende erfgoedgemeente. Dus in het kader hiervan vraag ik om, hoe zit dat daarmee? Werken we daar nog verder aan voort? Dank u. Ja, onze diensten zijn daarmee bezig. We werken daaraan voort. En als het over de begraafplaats hebben, ben ik ook aan het denken dat dat de vraag was van Greet destijds over de begraafplaats voor de babytjes of dat is mijn vraag die eigenlijk. Daar zijn we ook bezig met onze eigen diensten om daar een monumentje, een gedenkplaats. Ik ben dat gaan bekijken op onze in de werf. Peter Dalle is daarmee bezig om daar een vrolijk is misschien een misplaatst woord, maar toch een aangenaam beeld. Verwijzend, typisch eigenlijk voor kindjes met biertjes en zo heeft hij erin verwerkt. Hij is daar ook mee bezig, daar is nog wat werk aan. Het was eigenlijk in coronatijd dat ik daar een keer ben naartoe gaan kijken. Maar dat zal zeer binnenkort op de begraafplaats in Oost-Tuinkerk in eerste instantie geplaatst worden. En dan later ook in Kokzijde. En wat dat betreft Peter en Meterschap en funerair erfgoed, daar zijn we mee bezig. Hebben we een idee wanneer dat effectief... Dat zal in het najaar zijn. Ja, oké, dan komen we daar misschien nog op terug. Zeker op terug. En schepen Geertsens moest toch nog? Erfgoed. Zeker op terug.
Oké, okay, en raadslid vragen wou nog tussenkomen? Ja, ik had gewoon de vraag dus van mijn sterretjesweide. En ik las onlangs in de krant dat de sterretjesweide in Nienhoven met een mooie aanbod had. Ze hadden een informatiebord geplaatst met een gedicht van een plaatselijke dichter. En verwijzend naar de kindjes en naar de sterretjesweide. Oké, okay. Dan denk ik dat iedereen een antwoord gekregen heeft op zijn vraag. Ik weet niet of dat iemand de stemming vraagt hierover. Iedereen kan dat goedkeuren? Dankjewel. Agenda punt 18 is de lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht voor het schoonmaken van diverse gemeentegebouwen en de ruiten van gemeentegebouwen voor het dienstjaar 2021. Ik weet niet of dat iemand daar wou over tussenkomen. Ja, mevrouw Wolter-Hoff. Ik had alleen maar een kleine vraag, want ik heb het een keer gelezen. En ik heb de verschillende percelen gezien, maar ik heb nergens gezien de kostprijs van het gemeentehuis. Ik heb misschien slecht gelezen, maar ik had het graag geweten. Van het poetsen van de ruiten van het gemeentehuis. Is dat daar ergens te vinden? Ik heb misschien slecht gelezen, maar ik heb de gemeentegebouwen gezien. Ten Boogaarde, Duinenabdij. Maar, burgemeester. Is dat in hetzelfde overheidsopdracht? Stelt ze die vraag aan mij? Die ruiten van de gemeentegebouwen. Ja. Het zijn veel ramen natuurlijk wel. Het terrein, hè, dat zit, het gemeentehuis zit er ook in, maar hoeveel dat daar. Dat niks heb ik gezien, maar ik heb het gemeentehuis niet gezien. Het is daarom. Dat zit in het pakket van de burgemeester zeker? Nee, we zullen dat anders, als u dat dermate interesseert, dan zullen we dat anders opzoeken. En dan via mail of via het verslag opnemen. En dan, is er iemand die de stemming vraagt hierover? Nee? Dankjewel. Dan komen we bij 19, is de lastvoorwaarden en gunningswijze van de overheidsopdracht opnieuw voor wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Doornhofstraat. Schepen de Korte. Ja, dat gaat over het project Betaalbaar Wonen in Kokszijde Dorp, waar dus de verkavelingsvergunning dus is goedgekeurd. En nu leggen wij aan deze raad de wegenis- en de rioleringswerken voor ter goedkeuring. Is er iemand die daar graag over wil tussenkomen? Is er iemand die de stemming vraagt? Iedereen kan dat goedkeuren. Dank je wel. Agenda punt 20 is de goedkeuring van deelname raamcontract met de stad Kortrijk voor informatica en vernieuwing ICT voor 4 jaar. Schepen van Oven. Dank u, voorzitter. Het voorliggend dossier betreft de aktename van de goedkeuring deelname raamcontract stad Kortrijk voor de informatica vernieuwing van de ICT voor 4 jaar. Dit dossier werd bij hoogdringendheid goedgekeurd in het college van 25 mei. We tekenen opnieuw in bij dit raamcontract stad Kortrijk, omdat onze technische diensten gebruik maken van een smart city toepassing, met name software om de passanten te tellen. De totale raming voor de volledige duur bedraagt €500.000, inclusief BTW. Het budget lot passantentelling van CityMesh komt ongeveer overeen met €100.000. Dankjewel. Vraagt iemand het woord daarover? Dat is duidelijk voor iedereen. Vraagt iemand de stemming? Raadslid Lones? Ja, nee, misschien om gewoon eens, want we hadden de nota gelezen ook, Schepen van Oven, maar of misschien eens een idee kan gegeven worden van wat de grote investeringen zijn. Waarom precies die samenwerkingen? Wat zijn de grote projecten die eraan komen? Wel, het lot die voorligt vandaag is de €100.000, dat is die passantentelling. En we hebben dat eigenlijk voor 4 jaar ver voorzien. Dus voorlopig is dat de enige berekening. Dus dat is de druktemeting aan de kust? Ja, dat klopt. Ja. Kan iedereen dit goedkeuren? Dankjewel. Agenda punt 21 is het goedkeuren van aankoopgronden in de Gopijnlaan, burgemeester. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Dus een constante in ons beleid is dat we dus daar waar dat we natuurgrond aangeboden krijgen, dat we dus die met de gemeente zelf aankopen. Hier krijgen we 2 perceeltjes aangeboden in de zeer mooie Kopijnlaan. Eentje van 635 vierkante meter en 604 vierkante meter. We hebben dus daar altijd over gezegd dat het belangrijk is dat wij zelf in natuurgebieden investeren. Zodanig dat wij incontornabel zijn in de beheersplannen. En dat sterkt ons nog meer in ons onderhoud dat we hebben met de Natuur-
en bos, is het zo dat het inderdaad belangrijk is dat wij kunnen meespreken in dit heel belangrijk kapitel van, van recreatief medegebruik. Dus dat gaat hier verder in deze beleidsvoering. Dankjewel, raadslid Pieters. Dankjewel, voorzitter. Ja, burgemeester, wij steunen dat uiteraard ten volle dat jullie die gronden proberen in eigen beheer aan te kopen. Nu, ik had gewoon graag geweten, of wij hadden gewoon graag geweten, waarom dat die mensen die twee lapjes grond verkopen, want het is als is niet voor het geld, want het heeft in zijn totaliteit 6.000 euro opgeleverd. Dus vraagteken waarom dat ze dat willen verkopen. En twee, wat gaan jullie doen met die grond? Zijn er bepaalde plannen? Die verkopers trouwens, ik zal de naam hier, ik mag ze niet noemen meneer, waarschijnlijk in deze zitting, maar je vindt dat nergens terug. Wie zijn die mensen? Dat is geen bedrijf, dat is een consortium, maar die blijkbaar onbekend of onbestaand is. Waarom verkopen zij dat? Hebben ze dat gezegd waarom dat ze dat kwijt willen, die gronden? Is dat voor in het kader van natuurcompensatie of dergelijke? En wat zijn jullie plannen ermee? Ik ken die mensen zelf ook niet, dus ik weet niet wie dat is. En ze hebben dat gewoon zomaar aangeboden. Dat gebeurt dikwijls dat ze aan de gemeente, als ze een natuurgebied aanbieden, dat ze aanbieden eerst aan de gemeente. Waarschijnlijk ook soms aan het Vlaams gewest. Dus ze weten dat wij daarvan door de jaren heen, al vele, vele jaren, het waren misschien wel goed om een keer een inventaris, maar van altijd dat we in de loop der jaren dus aangekocht hebben, 25 jaar ver, mag ik gerust zeggen. We kopen dat of is, omdat ik zeg het nog een keer, dat je dan automatisch in die beheersplannen betrokken wordt. Het is niet meer dan dat. Die onze uiteindelijke... Ja, want dat is positief, maar ze hebben dus niet gezegd... Ik heb me nog nooit geïnformeerd. Dat is trouwens ook niet relevant, waarom dat de verkoper dat verkoopt. Ja. Dat is, Ik denk het wel, het is als is niet voor het geld, dus 6.000 euro. Waarschijnlijk omdat ze betrouwen met de partner van de gemeente, denk ik. Dat, Wellicht zal het dat zijn. Hey. Schependouwens. Ik zal nog even het woord geven aan Schependouwens. Wel, dat is eigenlijk simpel. Dat zijn stukjes grond waar de mensen niks kunnen mee doen. En ze blijven daarmee zitten, soms generaties lang. Dat is natuurgebied. En ze bieden dat aan. Vroeger meer aan het Vlaams gewest. Maar die hebben geen centen meer om dat te kopen. En dan gaan ze naar de gemeente. En zoals de burgemeester zegt, als je een stuk natuurgebied hebt waar dat je eigenaar bent van stukken grond, dan heb je er iets ook aan te zeggen als ze daar de boel willen afsluiten, als ze bijvoorbeeld stukken willen vermijden dat er daar gemountainbiked wordt. Het is door zo'n stuk nou te kopen dat ze dat gepartner zijn bij het beheer van Hans het gebied rond. Ja, maar dat is prima. Dat is belangrijk. Ja, zeker. En we hebben dat is al een beleid van 25 jaar verder dat zo gaat. Ja. Maar vroeger, regelmatig, het Vlaams gewest had het recht van voorkoop en kochten dat over. Maar ze doen dat niet meer, waarschijnlijk omdat de middelen beperkt zijn, denk ik. Vraagt iemand de stemming over dit punt? Kan iedereen dat goedkeuren? Dankjewel. Dan komen we bij 21. Dat is een motie van de gemeenteraad van Kokseide ter attentie van de afdeling Natuur en Bos over de beeldkwaliteit Hoge Plekkerduin. Dat is naar aanleiding van de vraag van raadslid Pieters. En Schepen de Korte zal die toelichten. Inderdaad. Dus we hebben hier een voorstel van tekst naar voren gebracht om inderdaad te pleiten voor een betere beeldkwaliteit om en rond dus, de Hoge Plekkerduin. Intussen, collega, kan ik u melden dat ik samen met de burgemeester een overleg heb gehad met afdeling Natuur en Bos. En daar hebben wij nogmaals vernomen dat zij heel wat personeelsproblemen hebben. Burgemeester, je hebt het ook meegemaakt. Ze hebben ons letterlijk gezegd dat zij maar een paar terreinwerkers nog ter beschikking hebben voor de Hanse provincie. Dus dat is een serieus probleem. Wij zijn dan zelf met het voorstel naar voren gekomen dat wij bereid zijn om hen te helpen, om dus eigenlijk onze eigen diensten mee te participeren in dit project. Ze gaan dus nu een voorstel uitwerken, maar we hebben dus heel sterk de indruk dat het daar langzaam, maar zeker is, maar zeker langzaam geworden is bij afdeling Natuur en Bos. We hebben echt sterk aangedrongen en hebben ook gezegd dat er vandaag een motie komt voor een betere beeldkwaliteit om en rond de Hoge Duin. Maar ik wil u nu zeggen,
dat wij gaan moeten blijven aandringen, want dit gaat echt niet vooruit. En als ik eventjes mag, maak ik ook de sprong naar de Oostvoorduinen. Hé, burgemeester, waar dat we samen nog een keer gepleit hebben voor de doorsteek te realiseren van de Polderstraat naar de Nieuwpoortse Steenweg. Ook dit laat op zich wachten omwille van deze problemen. Raadslid Pieters. Ja, dank u wel in ieder geval om deze motie zo snel en zo volledig eigenlijk, want het is bijna letterlijk wat ik in de vorige gemeenteraad naar voren gebracht heb, om die zo op te maken. Ja, we kunnen maar blijven aandringen, veronderstel ik, en hopen dat ze van hoger af eindelijk een keer daar iets aan doen aan die situatie van dat getreuzel bij ANB, of dat ze op zijn minst dan een budget ter beschikking stellen voor die mensen. Ik weet niet, ja. Ik kan maar proberen, nee, maar het zo laten liggen is ook geen zicht, in ieder geval. We hebben dat in elk geval zeer duidelijk overgemaakt. Ook die draad. Dank u wel. Dat moet ook een keer verdiend worden, ik geloof dat draad, dat al. Die oude betonnen pallen. 40, 50 jaar geleden dat er al staat, ik weet het niet. Ja, de toegang via de Pilzerlaan hebben wij ook aan bod gebracht. Ja. Die eigenlijk ook heel zielig is. He. Zielig, ja. Dank u. Oké, okay, vraagt iemand raadslid Loons? Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter en Schepen de Korte. Wij zullen dit punt ook steunen. We kennen de miserie die het samenwerken met een aantal administraties ook wel wat kan opleveren. Tegelijk moet het mij toch van het hart dat dit een bijzondere vreemde manier van werken is. Waar eigenlijk een meerderheid komt, een gemeentebestuur komt met het voorstel van een motie om eigenlijk een hogere administratie wat de mand uit te vegen, of hoe zeggen ze dat? De mantel uit te vegen. Ik weet niet, Schepen de Korte, hoeveel van die zulke moties u gekregen hebt destijds toen u gedeputeerde was. En als u die gekregen heeft, of u die mensen dan liever zag of niet. Meestal als je zulke teksten krijgt, dan betekent dat dat de kans groter is dat je misschien wel lager in de stapel komt te liggen dan dat je hoger in de stapel komt te liggen. Ik ben eerder voorstander van waar u toch al mee bezig bent, een overleg, en dat is met trekken en sleuren, en dat is moeilijk, en dat is traag, en dat is bijzonder enerverend. Dat neem ik voor waar aan, want dat is ook zo, en zeker met deze betrokken administratie. Maar ik denk wel dat dat een meer productieve aanpak is, eerder dan visibel iemand nu eens expliciet te kijk willen zetten. U hebt een meerderheid waarbij de VLD vertegenwoordigd is, de VLD zit in de Vlaamse regering. De CD&V zit in uw meerderheid, de CD&V zit in de Vlaamse regering. De N-VA zit hier in de zaal. Oh, ik heb al een aantal keer mijn diensten aangeboden, maar bond is uw vrijheid om daar blijkbaar geen gebruik van te maken. Daar heb ik ook geen probleem mee, voor alle duidelijkheid. U heeft zelf contacten genoeg. Maar ik zou er toch voor willen pleiten, investeer in die contacten achter de schermen, eerder dan met publieke moties te komen. Oh, mijn ervaring is dat de mensen u daardoor niet liever zullen zien. Maar ze kunnen ons al niet meer liever zien, hè? Dat is het probleem. Oh, we zitten in een gemeente waar wij ANB gigantisch veel nodig hebben. Trouwens ook, ik kan perfect 20 zulke moties uitvinden. Hè. Eentje over mobiliteit. Of hier, we hebben het er al straks al over gehad. Hè. De Veiligheidsraad vorige woensdag samengekomen. Vandaag is er nog altijd geen ministerieel besluit. De gemeenteraad van Kokseide vraagt minister van Binnenlandse Zaken, de Krim, om eindelijk het ministerieel besluit uit te vaardigen na de Veiligheidsraad. Want we zitten in de onmogelijkheid om zonder protocollen te beslissen wat wij kunnen doen en of het zwembad open kan in Oost-Tuinkerkbad. Dus je kunt echt miljoenen van die moties uitvinden, dat is geen enkel probleem. Maar of je daarmee hoger op de stapel belandt, ik zou ervoor vrezen. Meneer Loones, wij hebben vooraf met die mensen duidelijk gepraat. We hebben vooraf duidelijk in die bijeenkomst gezegd dat de Hanse gemeenteraad bekommerd is rond die hoge Blekkerduin. Dat zijn wij ook, hè? Zij hadden daar begrip voor. We hebben toen ook gezegd dat we dus die motie zouden goedkeuren, maar ze weten dus allemaal. Ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd, door het feit dat we dat vooraf besproken hebben met Gin, dat dit op een constructieve manier is overgekomen. Ik deel uw mening indien wij vooraf niet met die mensen zouden hebben gepraat. Maar we hebben dat wel gedaan. We hebben ze vooraf uitgenodigd, we hebben er vooraf over gesproken, we hebben de bekommernis overgebracht en we hebben gezegd dat we constructief willen, we hebben hen uitgenodigd, de hand gereikt, om te zeggen, wij willen samenwerken. Burgemeester, waar of geen waar, voortdurend hebben wij gezegd, wij willen met jullie samenwerken. Wij willen over de brug komen met onze mensen, als het nodig is met financiële middelen, om ze samen te leggen ook. Ik denk dat we op die manier
constructief hebben gewerkt. En geprobeerd opnieuw, meneer Lones, daar een weg te drijven. Maar ik ben het niet eens met u. Ik ben het wel eens als je zomaar een motie goedkeurt zonder contacten. Maar in deze is dit niet gebeurd. Laatst lid Lones. Of de burgemeester, dus zoals u wenst. Ja, ik kan dat toch wel ook niet anders dan beamen, uiteraard. Als ik u ouderdom had, dan dacht ik ook dat wij daar misschien na 10 jaar overleg, 20 jaar, dat het tot een akkoord zou komen. Maar het is eigenlijk huilend met de pet op om dus daar tot akkoord te komen. Als je dan tot een akkoord komt, dan wordt het nog heel dikwijls om een of andere reden ook niet gehouden. En dat ergert mij zeer en in een grote mate. Hey, ik ga maar hier niet erg beginnen, want dat is slecht voor mijn bloeddruk. Maar ik denk dat Reis Vooruit hier een degelijk een punt had. De ogenblikker is het paradepaardje van onze gemeente. Alom gekend van over heel onze kust. Staat denk ik in al de aardrijkskundeboekjes. En we moeten daar een hele speciale zorg aan besteden. We doen dat ook graag in ons natuurgebied. Maar als je dan ziet dat de Vlaamse overheid als partner daar geen voorrang aan heeft, die tegenstander al herhaalde malen voor tussenkomen zijn. En dat men zich daar telkens opnieuw achter andere redenen schuilt om het dus niet te doen, dan denk ik dat het enige dat nog kan overblijven is om een motie. En ik dacht begrepen te hebben van de vorige gemeenteraad dat het unaniem ging zijn. Een unanieme motie kan wel inderdaad zeer sterk effect hebben. Want dat was een grote dat hebben we dus ook vastgesteld al bij de administratie. Als er een motie komt van al de gemeenteraadspartijen over alle grenzen heen, dat dat wel een sterk signaal is naar onze administraties. Maar je gaat dat zeker niet kunnen verwijten dat wij geen inspanning genoeg doen om in een overlegmodel te gaan. Moest je weten wie dat hier allemaal in deze meerderheid in die overlegstructuur betrokken geweest is. En elke keer opnieuw met het grootste geduld. Dat Jan van Drom, mag ik ook zeggen, onze milieuambtenaar, is een man die enorm veel geduld aan de dag legt. Is een hele vriendelijke jongen, heeft een veel beter karakter dan ik. Kan het veel beter allemaal uitleggen, maar zelfs hij werd soms een keer moedeloos de armen de lucht in. En wat dat mij ten eerste verontrust, is eigenlijk in het algemeen dat ik zie dat de Vlaamse overheid middelen overal tekort komt om aan de basistaken tegemoet te komen. Dat is zo in het onderhoud van het openbaar groen, dat is zo in het aanleggen van de wegen, dat is zo in het onderhoud van ons natuurareaal. Ik denk dat het allemaal naar Antwerpen moet, naar die BAM en naar die aanleg van die alle structuren die daar moeten gebeuren. West-Vlaanderen en de kust worden feiten leeggezogen. En het is zeer, laten we zeggen, ik ga mijn woorden toch een beetje wekken, maar zeer verontrustend in ieder geval voor wat dat wij hier dagelijks op het veld merken. En ook daar hebben wij gezegd, oké, wij steken de handen uit, als je er niet zelf raakt. Wij met de gemeente vinden het belangrijk dat dat proper is, maar wij zelf de werk doen, maar wij zelf die draad daar zetten, maar wij zelf onze gronddienst daar naartoe sturen, dat daar maar van afhangt. En we gaan zeker ook investeren in de toekomst, ik heb dat al gezegd. Gaan we ook in een bioloog en in een soort man die kan meeklappen met die man, voor eigenlijk ons nog beter te verdedigen in al die contacten, zodanig dat we eigenlijk in natuurbeheer ook zelf een leidinggevende rol kunnen spelen. Dat is een van onze uitdagingen voor de volgende 5 jaar. We hebben een prachtig natuurareaal, 700 hectare duinen, 85 hectare met onze golf nog een keer erbij. Dus we zijn eigenlijk daar aan de top. En we moeten zien dat we dus nog beter know-how in huis hebben om ons beter te kunnen richten naar de toekomst toe en beter te kunnen zorgen voor de natuur. Want ik zie mijn leden ogen hoe dat het in feite door de Vlaamse overheid niet meer goed kan bemeesterd worden. Raadslid Lones. Ja, 2 punten. 1 over de Vlaamse regering en dan 2 over het specifiek de Hoge Blekker. De Vlaamse regering, ik wil eraan herinneren, het komt straks trouwens op de agenda, dat wij hier €300.000 straks zullen krijgen van de Vlaamse regering om te investeren in onze verenigingen. Dat de laatste legislatuur bijvoorbeeld de kustbaan is eraan gelegd. Binnenkort zullen wij de Nieuwpoortse Steenweg eraan leggen. Het is de Vlaamse regering die beslist om hinderpremies te geven aan al onze handelaars, terwijl onze gemeente geen financiële tegemoetkoming doet. U zegt dat wij leeggezogen worden door de Vlaamse regering, maar ik herinner eraan dat wij in het kader van het gemeentefonds als kustgemeente nog altijd een bevoorrechte positie hebben ten opzichte van heel wat andere, heel wat plattelandsgemeenten. Zitten wij inderdaad stedelijk complex, daar erger ik mij ook aan,
Maar ten opzichte van heel wat andere gemeenten hebben wij als kustgemeente daar nog altijd wel een voordeel. Dus zeggen dat de Vlaamse overheid niks doet voor, onze gemeente. Van de gemeentebelasting even van het gemeentefonds. Maar als insinueren, meneer de burgemeester, dat de Vlaamse regering niets zou doen voor onze gemeente, dat lijkt mij toch wel wat bijzonder. Zeker, het is net daarvoor dat ik de schrik heb. Dus wij gaan hier nu een motie stemmen, we gaan die ook steunen. We vinden ook dat dat te lang duurt en dat zal unaniem zijn enzovoort. Maar mijn punt is, u kan eigenlijk naar die administratie gaan en u kan gewoon zeggen dat dat unaniem is in de gemeenteraad. Je hoeft dat niet publiek, visibel, iemand of een administratie eigenlijk een beetje te kijken. Dat is eigenlijk niet echt nodig om dat te doen. En u kan toch hetzelfde zeggen. U kan perfect zeggen, de Hanse gemeenteraad steunt u. Want als mij, en dat is echt mijn schrik, hè, als er hier een trend gestart wordt, om vanaf dat het wat te moeilijk is om samen te werken met administraties, en het is altijd moeilijk om samen te werken met ANB over dit project, of we hebben jaren meegezeten, maar straks hebben we een vraag over Walderzee. Hoe lang zijn we daar al niet mee bezig? Om dat te doen. Ja, maar Rita ook, ja, als bevoegd schepen in de vorige legislatuur. Dus we zijn er volop mee bezig. Trouwens, als het vooruit gegaan is, omdat we achter de schermen eraan getrokken en gesleurd hebben met Geert Bourgeois als minister van Erfgoed de vorige legislatuur. Bijvoorbeeld, ik kom straks terug. Mijn punt is, u bevestigt net mijn vrees. Als er hier een nieuwe trend komt, dat wij vanaf het moment dat we vinden dat het traag gaat, hier moties gaan stemmen die tegen administraties ingaan, dan zal men ons in Brussel niet liever zien. En dan zullen wij lager onder op de stapel belanden en dan zijn we verder weg van huis. Ik denk dat dat geen verstandige aanpak is. Maar bon, nogmaals, inhoudelijk volledig akkoord. Dat trekt er inderdaad op niks. Ik heb duidelijk op een constructieve manier met die mensen gepraat. U heeft de hand, en u heeft zijn klets. En ze begrepen dat. De hand en u heeft zijn klets. Hoeveel zulke moties hebt u ontvangen als U bent voldoende tussengekomen, we vallen in herhaling. Ik denk dat het tijd is om over te gaan tot de stemming van deze motie. We hebben nood aan meer vrienden in Brussel, niet aan minder vrienden. Vraagt er iemand de stemming hierover? Of kan iedereen het goedkeuren? Ja. Ja? Iedereen akkoord met goedkeuring van deze motie? Oké, dankjewel. 23. Goedkeuren aanpassen reglement gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet beschermd erfgoed. Schepen Anseo. Dankjewel, voorzitter. Zoals in het meerjarenplan werd aangekondigd, zouden we graag de tussenkomst voor een 4-sterrenwoning verhogen van 12.000 euro naar 15.000 euro per 4-sterrenwoning. Raadslid Gantois. Dank u wel, voorzitter. Schepen Anseo, ook dit gaan wij met plezier goedkeuren. Dat is een voortzetting van het vorige beleid trouwens. Ik weet dat onze dienst cultuur en erfgoed inderdaad bezig is met de heroplijsting van die 4-sterrenwoningen. Het is een huzarenwerk. Ik wil ze van hieruit eindelijk proficiat werken. Sint-Idesbald is afgewerkt straat na straat. Het was goed voor hun fysiek, maar er is enorm veel tijd en energie ingekropen. En we zijn nog maar zover. Mijn vraag is, ik vind het zeer mooi dat dat bedrag verhoogd wordt naar 15.000 euro. Want dossiers van 100.000 en meer restauratiewerken zijn eigenlijk niet vreemd. Dus die 15.000 is zeer welkom. Wij hebben daarvoor 90.000 euro voorzien. Ik meen mij te herinneren dat wij van 60.000 euro komen, maar ik weet ook, en het staat ook in de nota, dat wij ieder jaar moeten dossiers doorschuiven naar het volgend jaar. Dit wil eigenlijk zeggen dat wij nooit geen geld genoeg hebben. Als wij dan in het volgend punt nog een keer 19 woningen bij 4 sterren geven, wat wij ook met heel veel plezier gaan goedkeuren, we staan daar helemaal achter. Wil dat eigenlijk zeggen dat mensen gaan aangezet worden om te renoveren, wat dat ook positief is, maar waar we dan toch wel een keer in de problemen zullen komen, doordat wij jaar na jaar dossiers moeten doorschuiven, doordat er budget te weinig is. Dat is mijn vrees en ik wou, dat toch wel een keer meegeven. We gaan dat zeker monitoren, dat gaat aan het college gemeld worden, mocht het budget op zijn. En tot nu toe hebben wij eigenlijk altijd iedereen kunnen helpen. Het verschuiven naar het volgende jaar, dat gaat dan eigenlijk over
de laatste 3-4 maanden van het jaar, dan kan dat eigenlijk makkelijk opgeschoven worden. Mocht het ontoereikend zijn, dan heeft de burgemeester mij zo net toegefluisterd, had er een beetje bijgepast worden. Voilà. Ja. We zijn gemeente met reserves, dus geen probleem. Allee, voilà. Oké. Bracht iemand de stemming over dit punt, over de aanpassing van dit reglement? Raadslid Gieselen. Ik zou misschien nog willen toevoegen dat men deze restauratiepremie ook wat pro rata, de omvang van het erfgoed, wat aanpast. Want bij wijze van spreken, als men op het adres ten Boogaarde 15.000 euro krijgt, is dat te verwaarlozen. Als men op het adres Huisje Nijs 15.000 euro krijgt, is dat misschien 50% gesubsidieerd. Dat men misschien dat wat verfijnder uitwerkt. Vraagt iemand de stemming over dit punt? De voorzitter, mag ik nog hier iets aan toevoegen? Ja, sorry, we zitten hier recht en ik zie u niet. Nee, ik weet het. Ik wil er nog aan toevoegen dat er geen enkel woning die 4 sterren krijgt. Ja, dat is het volgende puntje, ja, sorry. Het was trap. Oké, dus we zitten nog aan het reglement. Vraagt iemand de stemming over het reglement? Nee, dan kan het unaniem worden goedgekeurd. En dan zitten we inderdaad bij het volgende punt. Is de toevoeging van die 19 woningen in Sint-Tidisbald. Schepen Anseel? Ja, dank u wel. Het is inderdaad zo dat Sint-Tidisbald is afgewerkt en nu zijn ze bezig met Kokseide en ook al een klein beetje een Steunkerken. Sarah en Kaat met hun rondhang. Aangezien we die willen consolideren, hebben we ervoor gekozen om al van start te gaan met de huizen die zo'n 4 sterren kunnen krijgen in Sint-Tidisbald. Het is zo dat we alle eigenaars hebben gecontacteerd. Zonder hun akkoord zetten we ze niet op de lijst. Het is zo dat we intussen van 19 woningen het akkoord hebben gekregen. En intussen worden die foto's van die woningen geprojecteerd. Het is zo dat we nog altijd proberen 8 andere eigenaars te contacteren. Omdat wij die momenteel niet kunnen bereiken. Ja, we houden dat blijven proberen. Zodra dat we daar terug een akkoord van krijgen van die 8 eigenaars, komen we er uiteraard hier terug mee naar de gemeenteraad. Maar we zullen graag aanvangen met de 19 woningen waarvan de eigenaars wel akkoord waren. Dankjewel, mevrouw Hantois. Ja, ook hier gaan wij uiteraard akkoord. Ik kon de bijlage niet opendoen. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik kon dus eigenlijk geen 1 bijlage opendoen. Dus 1 vraag. Is er eigenlijk advies van de cultuurraad? Dat is 1 vraag. En de 2e vraag, is er advies van de gemeentelijke adviesraad onroerend erfgoed? Zijn die mensen geconsulteerd? En dan nog een opmerking. U weet dat wij het een aantal gemeenteraden geleden hadden over de Hoveniersstraat nummer 10. Hoveniersstraat nummer 8 heeft intussen eind vorig jaar 4 sterren gekregen. Dat is een dubbele woonst. De eigenaars van Hoveniersstraat nummer 10 wouden toen niet meestappen in dat project. Intussen is dat huis verkocht. En ik herinner mij dat u toen gezegd hebt, als er nieuwe eigenaars zijn, dan gaan we met die mensen gaan spreken. Dus ik herinner u gewoon eraan, het is verkocht, er zijn nieuwe eigenaars. Het is misschien het moment voordat daar malheurs gebeuren met eindelijk iets wat een heel mooie woning is, zeker 4 sterren verdient, om met die mensen te gaan praten. Ze hebben met de Hoveniersstraat 10 gepraat, maar ik weet nu niet meer wat dat de uitkomst was. Ik ga dat navragen. Ja, met de nieuwe. Ja, ik ga dat navragen. En dan, wat was het ander nu? Advies. Ah ja, dat is besproken geweest. Ja, dat is besproken. Ja, en eigenlijk zijn alle eigenaars ook uitgenodigd geweest op in het gemeentehuis, om hen nog een keer toe te lichten wat de consequenties zijn van hun akkoord al dan niet. En ik moet zeggen dat iedereen die er aanwezig was, er waren niet zo heel veel mensen aanwezig, maar diegenen die aanwezig waren, waren enthousiast, behalve 1 iemand die zei dat hij dat niet wilde voor zijn woning. Dank u wel. Vraagt iemand de stemming over dit punt? Iedereen akkoord? Oké, goedgekeurd dan met unanimiteit. Zitten we aan agenda punt 25, is een principesbeslissing tot het oprichten van een coronafonds voor verenigingen, burgemeester.
Ja, dat is geen, dat Sander juist naartoe verwezen heeft. Dus inderdaad, dat mogen we dan ook wel een keer boffen. We hebben dat niet gevraagd, maar gekregen. Soms zijn de wegen ondoorgrondelijk. Namelijk €301.000. Wat dan we natuurlijk in dank aanvaarden in naam van onze verenigingen. We gaan dus er een mooi reglementje van maken en zien dat het zeer mooi verdeeld wordt over de verschillende verenigingen die onze gemeente telt. En dat zijn er dus heel wat. Uiteraard onder het toeziende oog van onze rekendienst en van onze respectievelijke schepens van cultuur en sport. We gaan het zo simpel mogelijk te houden, niet te ingewikkeld, dat het niet op een duur, laten we zeggen, 25 papieren kost tegen dat je het recht op hebt. Het gaat ongeveer neerkomen dat we dus aan elke vereniging die actief is hier in Kokzijde een subsidieverhoging van ongeveer 50% gaan toekennen. En dan dat we de verenigingen die aantonen dat ze meer tekortkomen door de corona, gaan we dus ook een tandje bijsteken. Denk bijvoorbeeld aan de schools, die misschien het wel een van die verenigingen is die het moeilijker gaan hebben, omdat ze ook al een vijf niet kunnen geven. Om maar één voorbeeld te noemen. Maar we hebben een rondvraag gedaan bij al de verenigingen. Dat bleek eigenlijk zeer, zeer goed mee te vallen. Wat dan je wegneemt, dat het iedereen toch een moeite gaat hebben om terug op te starten en om toch misschien ook bepaalde de activiteiten weer op touw te zetten enzovoort. Dus Stefanie, we gaan daar mooi werk proberen te leveren. Samen met Anne-Sophie Beunt, die daar ook al veel energie in gestoken heeft, als hoofd van de dienst Vrije Tijd. Dankjewel. Vraagt iemand het woord of kan iedereen raadslid Lonus? Nee, gewoon om te zeggen dat de aanpak ons de goede lijkt. Dus je kijkt van wat subsidiëren we nu, hoe doen we daar wat extra en dan kijken naar degenen die extra getroffen zijn. Dus we zien uit naar het reglement en dan zullen we daar verder over debatteren. Ja. Iedereen akkoord? Voilà, dankjewel. 26. Kennisname, vergunning toelating tot het inrichten van zwemzones en insteekzones voor brandingsporten en waterscooters, schepen van Oven. Dank u wel, voorzitter. Om het optimale evenwicht voor baders en watersporters te garanderen, merkten we met deze meerderheid een heel mooi plan uit om alle mogelijkheden op het strand en op zee beter op elkaar af te stemmen. De centrale invalshoek voor deze herinrichting is de veiligheid voor alle gebruikers. De gemeenteraad besliste in februari om dit plan verder uit te werken en om toelating te vragen aan de bevoegde instanties. Na overleg met de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en de afdeling maritieme dienstverlening kust werd de vergunning afgeleverd, dus toelating tot het inrichten van zwemzones en insteekzones voor brandingsporten en waterscooters en het bijhorende plan met de wintersituatie en een zomersituatie, die hebben jullie kunnen lezen in de bijlage. Dus we zijn bijzonder opgetogen uiteraard met deze goedkeuring. Zijn er opmerkingen over? Dank u wel, burgemeester. Ja, heel belangrijk eerst en vooral. We hadden het al een keer meegegeven in de vorige tussenkomst dat de voorbarigheid toch wel zeer gevaarlijk was in dit dossier, want uiteindelijk een goedkeuring op 27 mei, om dan een toevoeging te hebben en dan nu op de gemeenteraad het voorstellen, wat schepen als het niet was goedgekeurd natuurlijk. Hè. Maar goed, iedereen heeft gezien dat wij een ludieke actie hebben op de poten gezet met onze oude reddersoutfits. Uit bezorgdheid en een positieve manier hebben wij een ludieke actie gedaan. We hebben daar niemand mee geschaad, in tegendeel. Maar we willen toch nog een keer ons punt kracht bijzetten. En we hopen, schepen zoals u het zelf aangeven hebt in de commissie, dat er ruimte zal zijn tot de evaluatie. Eerst en vooral, je kent ons standpunt. Ik heb een aantal nieuwe elementen die ik toch wel meegeven, die ik belangrijk vind. Eerst en vooral het feit... We hebben het gezegd, er hadden hier allemaal winnaars kunnen zijn, hadden we voor het systeem gekozen met de beste oplossing. En de beste oplossing blijft voor ons nog altijd een alternerende zone. We hoefden helemaal de zwemzone Duinpark niet af te schaffen. Het kon bij goed weer perfect voor de baders zijn en het kon perfect bij voldoende wind voor de watersporters zijn. We hebben ook wat prospectie gedaan in de afgelopen twee weken. Een beetje reacties gaan beluisteren, gaan kijken hoe de werking is. Trouwens, hard onder de riem voor de redders die opgestart zijn. Het zal een extra uitdaging zijn met deze COVID-19.
En gelukkig dat die redders daar zullen staan om het allemaal in goede banen te leiden. We hebben begrepen dat het team Centrum Oost-Tuinkerken eigenlijk zal opgesplitst worden in Centrum Oost-Tuinkerken en het aloude 21. Blij dat het team 21 dan een stukje terug is uit de geschiedenis. Maar zij gaan eigenlijk moeten instaan voor die watersportzone. Zij zullen eigenlijk moeten iemand sturen als daar mensen moeten geïnterpelleerd worden. Ik denk vooral, en ik heb dat ook gezien in hun team, dat dat best de persoon zal zijn met het meeste blaasvermogen. Want die persoon die zal toch veel op zijn tuiter moeten blazen als hij naar die zone gaat. Maar één persoon, we hebben het al gezegd ook in de commissie, en dat zien we nu ook daadwerkelijk in realiteit, één persoon en één boot voor die zone, en pas op, begrijp me niet verkeerd, eigenlijk zijn twee boten. Je hebt de boot van Windekind, je hebt de boot van Centrum. Voor die grote zone, dat zal helemaal niet zo evident zijn. Zeker niet als eigenlijk hun essentiële taak het bewaken is van een bewaakte zone en niet van een watersportzone. Schepen, wat de mensen ons vooral gevraagd hebben als we daar die ludieke actie gedaan hebben, is van, ja, maar wat moeten we nu doen? Mogen wij nu, oké, we mogen misschien niet zwemmen, maar mogen we nog pootje baden? Mogen de kinderen daar nog in het water spelen? Wel, eigenlijk, schepen, was het een onbewaakte zone geweest, en dat hebben we ook nagetrokken bij IKWV, ja, dan kon er nog ergens een grijze gedoogzone zijn. Dan kon u nog zeggen, oké, het is een onbewaakte zone, het is op uw eigen verantwoordelijkheid, ga niet te diep, wees verstandig. En inderdaad, de redder kan 1 tot 2 keer een signalisatie geven teken doen dat het niet mag. Dan zou het geen probleem zijn. Maar het is geen bewaakte zone. Onbewaakte zone. Het is een watersportzone. Dat betekent dat u wel zal moeten zorgen dat alle mensen die in het water zitten eruit gaan, want u creëert een zone voor de watersporters en die zal u moeten beschermen in die zone. Dus het betekent ook dat u er zal voor moeten zorgen dat er geen aanvaringen komen met mogelijke baders, kinderen of anderen. Denk maar een kiter die uit zal varen, of een katamaran die zal uitvaren, een surfer die in de branding zal komen, een kiter die te laag met zijn kite zal komen met de lijnen over het strand. Wel, u zal moeten zorgen dat daar eigenlijk geen accidenten gebeuren. Bijkomend, de tweede vraag, en dat was een vraag die we ook hadden verwacht, ja, maar wat als het windstil is? Dan zal er gewoon een gigantisch grote zone zijn waar dan eigenlijk niemand niks mag doen. Niemand mag daar, de strandbezoeker mag daar eigenlijk niet in het water. En die windsurfer die zal waarschijnlijk een pintje drinken samen met mevrouw Gillet misschien in de watersportclubs, maar die zal in ieder geval niet gaan surfen. Onaanvaardbaar voor ons in de tijden van corona, want het is eigenlijk toch wel, dacht ik, de bedoeling dat we net de zones en de stranden groter gaan maken en breder gaan maken om te zorgen dat er meer mensen op het strand kunnen, zodanig dat we alles beter onder controle kunnen houden. Want in tegenstelling tot de uitspraak op de politieraad, burgemeester, daar werd er gezegd dat er eigenlijk niet specifiek zal gecontroleerd worden. We hebben naslagwerk gedaan. Oostende zal toch wel degelijk controles doen. Blankenbergen zal toch wel degelijk controles doen wanneer zij achten dat er te veel volk zal komen. En zij hebben dan natuurlijk de twee centrale stations die daartoe komen. Zullen zij op de invalswegen de mensen ontraden om nog naar de badzone te komen en zullen ze doorschuiven. Dus onze bezorgdheid is natuurlijk, als wij meer mensen krijgen, wat zeker niet slecht kan zijn voor onze lokale handel, maar als we onze zones gaan verminderen, en zeker zo'n grote zone, als het mooi weer is, dan zullen we daar zeker een... Tegen als je met tram geraken, is het al een halve dag onderweg. Maar ik hoop dat u gelijk hebt. Als het komt van de knokken van Stefan Blankenberg. Ik zou willen weten waar u die glazen bol gekocht hebt. Dan zal ik hem misschien ook gebruiken. Maar in ieder geval baart het ons zeker zorgen. En we hebben nu eigenlijk al zien in de afgelopen 2 weken dat daar toch wel heel veel volk is. Meer nog, u kan wel denken dat die mensen zullen blijven volharden, die daar al jaren komen. En die maken ons toch heel duidelijk dat zij, kost wat het kost, toch in die zone zullen blijven zwemmen. Dus u zal daar zeker een heel wat werk aan die mensen hebben. Bijkomend, en dat vragen we toch wel expliciet, want we hebben dat ook gevraagd aan de IKWV of dat zoiets gebeurt. Wij zouden graag hebben, schepen, dat er interventiecijfers worden bijgehouden van zowel de reddersposten Centrum Oost-Tuinkerken als Windekind, wat de interventiecijfers zullen zijn voor die zone. Net als dat we vragen wat de interventiecijfers zullen zijn voor de twee betrokken watersportclubs. Dat betekent Windekind natuurlijk en het Sea-Cod.
Ik kan alleen maar besluiten dat we moeten hopen dat er geen ongevallen gebeuren in deze zone. Hè, want nergens, dat er nergens ongevallen gebeuren. Ah, uiteraard, ja. Maar zeker niet in die zone, want nergens. Het is volgens ons minder onder controle. De andere zones, burgemeester, daar kon u rekenen op de ervaring. Wist u wat uw plan was? Wisten de reddingsdiensten zeer goed wat er gebeurt? Nu zit u met, wat is het, bijna 2 kilometer strand, waar u eigenlijk geen vat op hebt. Hè. Dus ik hou mijn hart vast. We hebben dat ook duidelijk meegegeven in de commissie. En die redders in capaciteit gaan dat niet aankunnen. Hè. En geloof het, uit ervaring kunnen wij weten dat dat een zeer grote uitdaging zal zijn wanneer het zo is. Of u zal moeten in uw glazen bol hopen op heel veel slecht weer, dat daar niet te veel vol komt, want anders wordt het een groot probleem. Nogmaals, je kent mijn eindbesluit en ik zal het nog eens herhalen. Jammer voor de inwoners daar, jammer voor de bezoekers van dat strand, jammer voor die families die daar al jaren komen en de eigenaars van de appartementen op Duinpark, mensen die daar een cabine hebben, die de cabine nu is verzet. En jammer vooral ook voor de plaatselijke ondernemers en de horeca zelf, die daar eigenlijk door onrechtstreeks ook getroffen worden. Maar vooral jammer omdat het anders kon en beter kon. Dank u wel. Raadslid Lones. Ja, dankjewel. Ik zal niet in herhaling vallen, maar onze teleurstelling is toch ook groot. Omdat je eigenlijk net het tegenovergestelde krijgt van wat eigenlijk de logische oplossing zou zijn. Dus je hebt de watersporters. Hè. We zien allemaal onze watersporters graag. We zouden graag hebben dat ze het ganse jaar door een zeer grote watersportzone krijgen. Maar die krijgen ze niet in uw plan. In uw plan krijgen ze gewoon in de zomermaanden, juli en augustus, een zone van 1,7 kilometer. Maar de rest van het jaar niet. Dus ze krijgen de zone alleen in de zomervakantie. Als ze daar nu aan het watersporten zijn, is dat eigenlijk tegen uw plan in. Dus de watersporters krijgen eigenlijk niet wat ze nodig hebben. Twee, de zwemmers in Duinpark hebben die zone totaal niet nodig heel het jaar. Ze hebben hem alleen maar nodig in de zomermaanden. En dus ook dat krijg je niet. Hè. Dus net wanneer de zwemmers daar zouden zitten, zitten de watersporters daar. Hè. Dat is bijzonder vreemd. En dan de strandcabine-eigenaars, die krijgen helemaal niks. Dus daar staat helemaal geen cabine. Terwijl er wel andere zones zijn, zelfs in onze gemeente, die onbewaakt zijn, maar waar toch cabines mogen staan. Dus eigenlijk krijgt iedereen waar hij niet om had gevraagd. Dat is bijzonder vreemd. Hè. Dat is echt bijzonder vreemd en bijzonder jammer. Want er was volgens ons effectief een oplossing om een surfzone te geven voor het ganse jaar, om daar echt op aan te dringen, om tegelijkertijd te zorgen wanneer er weinig of geen wind was, dat dan de zwemmers daar konden zitten. En dat er veel wind was, dat dan de surfers daar zitten. Maar als er geen wind was, de zwemmers en de cabintjes daar kunnen blijven staan. Dus het is een beetje vreemd als hier. De reden waarom ik het opgevraagd heb ook bij de algemeen directeur en ook wat mails gestuurd heb naar bevoegd schepen Lander van Hoven. Ik wil altijd zijn schepen van zwemverbod, maar ik heb mij voorgenomen om dat niet meer te doen. Hier bij Lander. Maar dus aan Lander en ook aan de korpschef. En als je dat dossier bekijkt, het is toch echt een speciaal dossier. Dus het eerste advies, ik zal het niet helemaal lezen hoor, maar het eerste advies van MDK, de Vlaamse administratie, zegt, ja, de wijziging, citaat, de wijziging ligt niet voor de hand. Tegenstrijdige gebruiken kan enkel negatief zijn en kan dus niet gestimuleerd worden. Zeer fors nee. Het eerste advies van FOD Mobiliteit, er is een verhoging van het risico. Wij verwijzen expliciet naar onopgemerkte verdrinkingen en verdwijningen. Dus zeer negatief. En dan hebben jullie overlegd met de diensten, duidelijk, en ze overtuigd. Hè. Dus blijkbaar kan het, hè, om toch mensen en administraties te overtuigen in Brussel. En dan opeens komt er een ander advies van de Vlaamse overheid. Maar ze zeggen wel dat het kan, mits duidelijke afspraken en mits er een protocol wordt opgesteld. Was ik natuurlijk geïnteresseerd in dat protocol, ben ik gaan kijken in het dossier. En er is een protocol, maar alleen afgesloten met de surfclubs. En die zijn dan verantwoordelijk gesteld voor een stuk bewaking op zee, belangrijk. Maar dan vooral ook in die bufferzone. Hè, met de grens met de zwemzone en de bufferzone. En voor de rest kijken ze naar de watersporters, kijken zij niet echt naar de zwemmers. Hè. Maar voor de rest van het strand, op het strand zelf, is er geen protocol. Dus daar is het bijzonder moeilijk om te zien, ja, wie is er dan verantwoordelijk als er bijvoorbeeld een kindje verloren loopt. Hè. Dus wat heb ik gedaan? Mail gestuurd naar Schepen van Hoven op 8 juni. En gevraagd van, kijk, wat ga je extra doen op het strand te bewaken? Hè, om te zorgen dat als er een kindje verloren loopt, dat kind ergens wordt opgevangen. Het antwoord van de schepen was, er komen nieuwe signalisatieborden en infoborden. Hè, dus we gaan informatieborden zetten. Er komt één redder op het strand en dan zal er gevraagd worden aan de hoofdredders om extra aanwezig te zijn. U bent zelf redder geweest
collega's in de zaal ook. We weten wat dat betekent, hoofdredders die ook aanwezig zijn. Dat gebeurt wel af en toe, maar zij hebben bijzonder veel werk. Dus dat is geenszins het geval dat die daar permanent of zelfs geregeld kunnen zijn. Ik hoop dat dat wel het geval is, maar dat zal in de praktijk toch wel anders blijken in drukke zomermaanden en zeker in coronazomermaanden. Maar dus dat betekent dat er maar één redder daar op het strand zal zijn om die veiligheid te garanderen en iedereen uit het water te halen. Eén redder. Waarop ik dan natuurlijk gedacht had, ja, wat gaan die mensen doen als dat kindje verloren loopt en ze zien geen redder? Dan gaan ze bellen naar de politie. Hè, want het zal de politie dan zijn die dat kind moet opvangen en het terugbrengen bij de ouders. Waarop ik dan een contact heb genomen met de korpschef. Die, en ik zal het niet helemaal citeren en ik wil ook niet... Maar weet je eigenlijk allemaal 25 keer roertingers al? Nee, nee, maar... Dus is 25 keer hetzelfde vertaal. Nee, dat is een nieuwe... Zo, de gemeenteraad natuurlijk duurt tot 1 uur s'nachts. Ja, en iedere gemeenteraad, hetzelfde punt, nog een keer herhaald, en weigert van jullie neer te leggen bij een democratische genomen beslissing, met meerderheid. Als je daar nu wel bij neerlegt, dan kun je over elk punt iedere keer opnieuw hetzelfde zeggen. En al uw verwonderingen uiten. En al uw frustraties naar boven brengen. Maar leg ik er neer bij een genomen beslissing, en dat je klap van evaluaties. Jullie willen al evalueren voordat het seizoen begint is. Jullie zijn maar gaan kijken naar evaluatie. Je hebt het al zelf gaan evalueren met 3. De zaterdag na middag had er geen één mens aan het zwemmen was. Het was absolute wind, er was niemand op het strand. En dat je dan de derde keer, als je dat vaststelt, welk succes, of ga je nooit naar het strand, welk succes dat die surfen daar voor het ogenblik heeft, al windekend, al het ziekot, het is een schot in de roos, je zou moeten blij zijn, het is iets waar de mensen voor naartoe komen, het is een toeristische trof. En toch altijd maar blijven zagen hier ons eigenlijk allemaal onze kostbare tijd eigenlijk benemen door 100 keer hetzelfde te herhalen. Ik vind het eigenlijk echt degotant. Voilà. Oké, een korte intermezzo en ik geef terug het woord aan. Dank u wel. Maar dus met de nieuwe informatie, trouwens meneer de burgemeester, u zegt neerleggen bij genomen beslissing. De beslissing zal pas genomen zijn wanneer de gemeenteraad erover stemt. En dat is vanavond. Het is vanavond dat het geagendeerd staat, dus de beslissing zal dan... genomen zijn. Maar dus in deze is er nieuwe informatie. Dus er is het antwoord van Schepen van Oven van 8 juni, die zegt dat er maar één redder komt. En terwijl daar op een vorige gemeenteraad... Eén redder op het strand en 2 in de boot. Nee, nee, ik heb het over boot. Het strand. Ja, 2 in de boot. Ja, maar ik verdraai je woorden niet. 3 redders. De boot van Centrum. 2 redders komen. Ja, ja, de boot van Centrum die alle zonen moet bewaken. Hè. Ja, dat is niet correct. Okay, dat is niet correct. Gaan, nee, het is een extra, het is een extra boot. Ik wil dat eigenlijk duidelijk zeggen. Het is een extra boot met 2 redders. En dan redder op strand. Ja, maar dus, dat zie ik ook. Oké, maar er is hier niemand... Ik zou willen vragen dat iedereen het woord vraagt. Die het raadslid Van Erk heeft het gekregen. Nu is dat raadslid Lones. En dan kan de Schepen één globale repliek geven nadat iedereen is kunnen tussenkomen. Dus uw woorden worden hier absoluut niet verdraaid, meneer Van Oven. We hebben het zeer duidelijk over het strand. Er zal één redder op het strand staan. Er zal inderdaad een bootje zijn met 2 mensen. Maar er zal maar één redder op het strand staan voor een zone van 1700 meter, bijna 2 kilometer, of meer dan 1,5 kilometer, ik zal het zo formuleren, die ervoor moet zorgen dat de veiligheid op het strand gegarandeerd is en dat niemand in het water gaat die daar eigenlijk niet zal zitten. Dus ik had die vraag gesteld aan u. U zegt één redder. Dus dan vervolgens heb ik de vraag gesteld aan de korpschef om te zeggen, wat zal er gebeuren als die ene redder er niet is? Bij wie gaan ze terechtkomen? Ze gaan bellen naar de politie. Hè. En dan het antwoord van de korpschef, zoals wij hem kennen, zeer uitvoerig, zeer uitgebreid, zeer diligent, correct. Hè. Absolute focus op veiligheid. Maar wat wel ook blijkt uit zijn analyse, is dat hij vooral problemen verwacht. En ik citeer, ik voorzie dus enkel problemen wat betreft coronatoezicht binnen de bewaakte zones, alwaar cabines staan. Dus onze korpschef focust vooral ook op de link tussen cabines en zwemmen en ziet daar het grootste gevaar. Maar dus dat betekent dat ook de politie geen permanente aanwezigheid zal hebben op het strand om die veiligheid te doen. Laat mij even een punt maken. Ik had vergeten, kort, nee, want hij citeert hier een mens die niet aanwezig is. Nee, ik weet vandaar dat ik het ook gezegd heb. Is dat niet alweer op de politie? Burgemeester, alsjeblieft. Ja, ik zeg zeer letterlijk dat ik de korpschef maar beperkt citeer, omdat de korpschef ik geen woorden juist in de mond wil. De korpschef heeft gezegd dat de cabines gaan zorgen voor overlast in corona, omdat de mensen daar pinten gaan drinken, als het 1 uur is en de en ik zeg dat net, sluitingsuur. Ik zeg dat zegt niet. Hij zegt dat er gevaar bestaat voor gaan zwemmen. Daar spreekt hij over. Ik zeg letterlijk dat ik de korpschef geen woorden in zijn mond leg. Ja, hij legt woorden in zijn mond. En dat ik zeg zeer duidelijk dat hij een zeer...
zeer uitvoerig antwoord heeft gegeven, zeer diligent, zeer correct, zeer interessant, dat hij alle informatie vanuit alle versterking vanuit Brussel krijgt voor de bewaking in de gemeente enzovoort enzovoort. Maar ik zeg ook dat de korpschef focust op de zones die bewaakt zijn en met strandkabinet. Waar? En dus de dat heeft hij niet gezegd. Wat, dan zal ik hier een verkeerde mail ontvangen. Ja, want het is daarom dat er een politieraad bestaat. Dus, daar kan de korpschef beantwoorden. Meneer de burgemeester, alsjeblieft, mogen mensen alsjeblieft een redenering opbouwen? Ja, maar die mogen geen mensen vernoemen die hier niet aanwezig zijn. U bent, dat is normaal. U kan perfect tussenkomen voor de politie, u bent hoofd van de politie, maakt u gerust uw punt. Hè? Maar dus ik stel vast, samen met heel wat mensen in deze zaal, dat er één redder zal staan en dat er geen permanente politiebewaking is. En ja, wij maken ons daarover zorgen. Wij maken ons daarover oprecht zorgen dat de veiligheid op het strand dat die onvoldoende gegarandeerd is. En dus we willen nogmaals de oproep doen om daar extra redderversterking te zetten. Dat is punt 1. Punt 2. Ik begrijp nog altijd niet waarom jullie de inwoners van onze gemeente hierover niet informeren. Waarom er bijvoorbeeld geen volksbevraging geweest is of de wijk van Duinpark geconsulteerd is, waarom die mensen niet samengebracht worden om uw plannen uit te leggen. Dat is nog altijd niet gebeurd. Waarom jullie minstens niet bijvoorbeeld een brief bij die mensen in de bus gooien om te zeggen van kijk, de situatie is veranderd en dat is de reden waarom we dat veranderen. We hebben een plan om een waterspoor. Dus je kunt uw hele argumentatie uitbouwen, maar alsjeblieft stop zo'n brief in de bus bij elke mens. Gewoon een signalisatiebord zetten op het strand, dat zal niet volstaan. Ik heb zelf al verschillende mails ontvangen deze week van mensen die zelfs niet weten. Bij ons, voor ons is dat een ganse heisa, die nieuwe zone. Maar voor heel wat inwoners, die weten dat zelfs nog niet. Die zijn zelfs nog niet op de hoogte dat de zone verandert. Dus het zou goed zijn, of wij kunnen het enkel maar aanraden, dat u bijvoorbeeld een brochuurtje maakt waarin dat je zegt, kijk, we hebben een nieuw plan, we willen een watersportzone. De reden, daarvoor is de reden dat de zonzone sluit. We raden u aan om te verhuizen naar de zwemzone Oost-Duinkerkencentrum. En dat die mensen tenminste op de hoogte zijn. Dat zal misschien zorgen dat er een aantal minder veiligheidsrisico's zijn daar in die zone Duinpark. Dus dat is het tweede punt. Het eerste punt is alsjeblieft, kijk een extra redder op strand. Het tweede punt is, informeer de inwoners, zeker de inwoners van de wijk. En dan het derde punt is, maar daar zal ik zeer kort over zijn, wat is het volgende punt op de agenda. Het is zeer onduidelijk wie nu allemaal in dat water... Vanaf wanneer ben je watersporter? Vanaf wanneer mag je daar dus sporten in dat water? Dus volgens mij, als je het leest, elk kindje met een plankje, met een bodyboard, is een watersporter. En dus je zal daar discussies krijgen van ouders die gewoon een plankje kopen en dan zeggen van mijn kind kan hier wel zwemmen. En waar er dus te weinig redders zullen staan om dat effectief in de gaten te houden. En daar maken wij ook ons echt zorgen over. Maar dus vanzelfsprekend zijn wij tegen dit punt, wat niet verhindert dat we u wel oproepen om toch onze bezorgdheden eindelijk eens serieus te nemen en de bevolking eindelijk eens te informeren over u. Oké, dan geef ik het woord aan de burgemeester. Mag ik je vragen of ik dat goed gehoord heb van vooruit dat uw vrienden weigeren omdat ze een reglement die rechtsgehaald gestemd is in de gemeenteraad om de veiligheidsmaten die daar getroffen zijn te eerbiedigen en dat zij wel eens snel eens gaan zwemmen in die zone. Dat hebt u hier gezegd, ik zou willen dat dat geacteerd wordt. Dan moet u dat aan die mensen zeggen. Nee, u zegt het hier, u hebt het gezegd in uw betoog. Die mensen zijn bij ons gekomen en gezegd dat zij in die zone gaan zwemmen, dan is dat uw probleem. Dat is, u hebt ja, dat is mijn probleem, dan zult hij als verantwoorde gemeenteraadslid moet zeggen, pas op, gewoon wetten en reglementen eerbiedigen. Burgerlijke gehoorzaamheid. Dat hebben we gezegd. Maar over de veiligheid kan er niet gelachen worden. Dat hebben wij ook gezegd tegen dus die mensen. Dus ik neem dat acte van... hebben gezegd tegen die mensen, nee, voor u, hè. En we gaan die mensen... We hebben gezegd voor tegen die mensen, nee, dat burgemeester van de busje vraagt om niet te gaan zwemmen. Niet bootje baden en niet te zwemmen. Dat was mijn pleidooi. Dat mocht je acteren. Nee. En wat die mensen zelf gaan zwemmen, hè, dan moet je er zelf voor kijken. Maar je hebt zelf voor het reglement gekeken. We gaan straks stemmen. Het is een beslissing van de gemeenteraad. Eén, dat iedereen moet eerbiedigen. En ik zou vragen dat je geen spelletje speelt. Hij moet geen verantwoordelijkheden bij ons leggen die niet van ons zijn. Wij hebben de mensen die bij ons gekomen zijn, hebben gezegd, burgemeester van de busje is zeer duidelijk, u gaat hier niet zwemmen in die zone, ook niet pootje baden, want het is een watersportzone. Dus het is uw verantwoordelijkheid dat ze daar gaan zwemmen. En zorg maar met één redder dat je het gaat oplossen, want anders ga je inderdaad een probleem krijgen, want dan ben je verantwoordelijk. Zorg maar dat je de reglementen volgt, dat is belangrijk. Ja, u hebt de reglementen opgesteld, hè.
Ik denk misschien, mevrouw Walter Hofman, misschien een laatste. En ik denk dat iedereen dan eigenlijk voldoende zijn ei heeft kunnen leggen over dat punt en dat we kunnen stemmen. Ja, ik denk dat het beste is dat het zou vernietigd worden. Hè. Dan is het de beste oplossing. Dat heb ik trouwens gevraagd bij de Raad van State. Oké, dus dat is u... Ah. Op de gemeenteraad van 17 februari werd het voorstel tot reorganisatie van zwemzone en insteekzone goedgekeurd. Op de aanvraag van het CBS, van het college omtrent die reorganisatie werd door MDK en FOD Mobiliteit een negatief advies, dat is trouwens bevestigd geweest door collega Sander Lones, gegeven omdat er vooral geen enkele garantie was naar veiligheid toe in deze zone. Er werd door de adviseur-generaal gevraagd om een protocol op te maken waarin alle voorziene veiligheidsmaatregelen dienen uitgestippeld te worden. Dit protocol dient een aanvulling te zijn van artikel 18 van de gebruiksovereenkomsten tussen de gemeente en de drie sportclubs. Deze gebruiksovereenkomsten dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad, wat ook is gebeurd op 12 december 2018. Artikel 21 van datzelfde gebruiksovereenkomst bepaalt een overkoepelend overlegorgaan waarin de clubs vertegenwoordigd worden door hun voorzitter en secretaris en de gemeente door de burgemeester, schepen van sport, diensthoofd sport en één lid uit elke fractie van de gemeenteraad. Aangezien dat protocol een aanvulling is van dat artikel 18 van de gebruiksovereenkomst, is het vanzelfsprekend dat dat overlegorgaan had moeten bijeengeroepen worden om het opmaken van dat protocol te bespreken. Nooit is dat gebeurd. Dat protocol werd ons ook niet op een gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het protocol werd dus opgemaakt en werd door het college op 25 mei goedgekeurd. Het officiële document dat ik hier in handen heb, in bijlage van de notulen van het CBS, is ondertekend door de burgemeester, de secretaris, de twee voorzitters van de respectieve SICOT en Windekind, en is gedagtekend van 30 juni. Dit document werd voorgelegd aan adviseur-generaal op 27 en op 27 mei werd de toelating, de vergunning, afgeleverd zonder dat de gemeenteraad zich hierover heeft kunnen uitspreken. Dat is werkelijk opnieuw een voldongend feit. Daarbij wens ik ook nog toe te voegen dat door de zwemzone van 300 meter af te schaffen, zorgt het college van burgemeester en schepen voor een onnodige verhoging van concentratie van strandgebruikers in tijden van COVID-19, waar verspreiding van strandgebruikers aangewezen is om social distancing regels te respecteren. Ik kan met deze werkwijze helemaal niet akkoord gaan. Daarom heb ik een beroep tot schorsing en tot vernietiging ingediend bij de Raad van State wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Oké, dank u wel. Ik hoor net de algemeen directeur zeggen dat er blijkbaar een fout is in de datum, dat het had moeten zijn 30 mei in plaats van 30 juni. Dat is een fout. 30 mei? Nee, dat kan niet. Hè? 30 mei, het is goedgekeurd op 25. 25. 25 mei is goedgekeurd door het Schepencollege. Het moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het moet voorgelegd worden. Het is de dagen nadien ondertekend door de verschillende partijen in de invulling van de collegebeslissing van 25 mei. Ja, staat het toch op 30 juni. En 30 juni is juist na de gemeenteraad. Van vandaag, waar wij in feite dat moeten voorgelegd worden. Ik denk misschien dat iedereen... U hebt een beroep ingediend bij de Raad van State, dus zij kunnen daar inderdaad dan over oordelen. Ik denk niet dat wij dat debat moeten voeren hier in onze gemeenteraad. Ik denk dat het beste is dat we overgaan tot de stemming van dit punt. Wat dat betreft, die datum, secretaris, dat wist ik dus ook niet. Dat is, staat er op 30 juni, dat kan natuurlijk niet. Dat 30 juni op. Ja, dat is al een materiële vergissing. Oké, dat wilt u de akte van nemen, alsjeblieft. Dat is één zaak. Maar wat dat betreft, de grond van de kwestie, is het zo dat wij dus met de twee administraties in overleg gegaan zijn, nadat er ministeriële vragen gesteld geweest zijn in de verschillende parlementen. Nooit is er zo'n punt met zoveel aandacht door alle mogelijke administraties bekeken geweest dan... deze 250 meters zwemzone. Nooit is er zoveel haat en tweedracht is uitgeweest in onze gemeenschappen
om de mensen op te zetten tegen elkaar, over eigenlijk een louter technische beslissing en over iets waar dat eigenlijk al de gebruikers eigenlijk absoluut tevreden zijn, behalve enkele cabinegebruikers, wat dat me nog altijd herinneren welke zeer ongepaste houding ze in de gemeenteraad aangenomen hebben. Wij zijn daar in overleg gegaan met de administraties, met de duidelijke vermelding dat dus de zones, en dat gaat de best bewaakte surfzone zijn van heel België, met de bewaking vanuit Windekind, vanuit de club van Sikot. Daarom moest dat protocol gemaakt worden met die twee clubs. Want zij zeggen, oké, zij zeggen de woorden, we hebben een protocol gemaakt, de twee clubs hebben dat ondertekend. En de gemeente heeft zich verbonden om een bootje vanuit zee, een extra bootje vanuit zee, met twee redders te laten opereren tussen de beide clubs. En nog een keer voor de gemoedsrust van iedereen die nog nooit naar zo'n andere zone aan de kust gekeken heeft, om dan nog een keer een redder extra in te zetten. Ik zelf woon daar in een onbewaakte zone, precies ongeveer hetzelfde van Duinpark. Al onze bewoners van de weg daarop en heel de cirkel die daar rond woont, wij hebben ons nog nooit tekort gevoeld dat wij wonen aan een bewaakte zone. Het is toch heel simpel. Als je al een keer gaat zwemmen, die vele gebruikers, zoals dat je zegt, die daar wonen, maar dan ga je een klein beetje verder, 250 meter verder, dan kun je perfect natuurlijk gaan zwemmen daar in die redderzones. Maar als je iedereen bang maakt en als je de indruk geeft dat je daar geen pootje mee mag maken, dan is er een karikatuur van maken natuurlijk. Dat je bijna de kalletjes niet meer zou mogen. Dus daar maakt hij er echt een karikatuur van. Hij maakt iedereen op. Iedereen in de gemeenschap wordt daar ten voeten uit opnieuw weer bestookt. Elke keer opnieuw persartikels en al focus, ik weet niet wat allemaal. Dat iedereen dit eigenlijk niet weet, denkt dat er daar iets zeer ernstig aan de hand is. En we zijn in feite bezig over 250 meters zwemzone die eigenlijk opgeschoven wordt. Een historische zwemzone. Er zijn 250 meter zwemzone die opgeschoven wordt naar de andere kant van de surfclub Sikot. Om daar één fantastische zone te kunnen organiseren, waar dat er in feite veel mensen de logica natuurlijk wel van inzien. Het is jullie recht van daar niet de logica van in te zien. Wat leg je dan toch neer bij beslissingen die met een meerderheid genomen zijn? Het is al dat ik kan vragen. En jut nu nog een keer de mensen op om daar toch te gaan zwemmen, als straks dat goedgekeurd is. Want daar riskeert je wel van eigenlijk toch de veiligheid hier van onze mensen in gevaar te brengen. Kunnen we overgaan tot de stemming? Ik zie dat Lander het woord vragen. Nee, gewoon, ja, ik ga die discussies niet meer heropen. Excuseer? Het is een kennisname, denk ik. Ja, het is daarmee. We gaan die discussies niet meer heropenen. Iedereen heeft daar zijn gedachten kunnen over zeggen. Ik denk dat dit punt reep is om te stemmen. Wij hopen, we zijn wat positiever. We hopen op veel wind voor onze surfers. We hopen op veel zon voor onze inwoners, tweede verblijvers en toeristen. En ook heel veel vertrouwen in onze redders en hoofdredders om al deze nieuwe maatregel goed in goede banen te leiden. Ik zou graag de stemming vragen, voorzitter. Een laatste repliek, raadslid Lones. Ja, inderdaad, de laatste. Ik was niet van plan het woord te vragen, maar de burgemeester zegt hier dat wij haatzaaien. Ja. Ik weet niet welk woordgebruik dat is hier in de gemeenteraad, maar haatzaaien. Ja. Wat is mijn ervaring daar op het terrein? De mensen komen daartoe. Ik heb verschillende mensen die mij ook aangesproken hebben op het strand in Duinpark. Ze hebben aangesproken en zeiden van, wij mogen hier niet meer zwemmen. Weet je op wie ze kwaad zijn? Op de watersporters. Terwijl ze op u kwaad zouden moeten zijn, burgemeester, want u pakt hun strand af. Maar ze zijn niet kwaad op u, hè? Ze zijn kwaad op de watersporters. Dus wat je ziet op het terrein, is dat er een spanningsveld komt tussen mensen die daar willen zwemmen en mensen die willen watersporten. En die worden kwaad op elkaar. En dat was perfect vermijdbaar geweest wanneer je een compromis had gezorgd tussen de twee. Dus de haat wordt niet gecreëerd door onze tussenkomst. Hè? De haat wordt gecreëerd door het feit dat er geen overleg is. Ik herhaal mijn, en dan maak ik twee punten, één herhaling en één nieuw punt. Ik herhaal mijn vraag, alsjeblieft, ga in overleg met die mensen van de wijk of informeer ze. Nee, maar we zijn aan het herbeginnen. Maar mevrouw de voorzitter, als men hier zegt dat ik haatzaai, ja, dan zal ik daarop antwoorden. Nee, als er iemand zegt dat ik haatzaai, dan zal ik daarop antwoorden. Het is aan u, het gemeentebestuur, om uw inwoners te informeren. Zorg er alsjeblieft voor dat u doet. En dan het laatste punt. U zegt dat wij ons niet neerleggen bij democratische beslissingen. Het tegendeel is waar. In mijn tussenkomst, natuurlijk gaan wij tegenstemmen op dat punt. Hè. Maar in mijn tussenkomst ben ik daar niet op ingegaan. Hè. Ik ben ingegaan op de modaliteiten, hoe je het werkbaar zou kunnen maken in een nieuw systeem.
Dus in onze hoofden weten wij ook wel dat het er komt. Mijn tussenkomst was niet... natuurlijk hopen we dat het weggestemd wordt, maar ik ben wel realistisch genoeg om te weten dat dat niet zal gebeuren. En daarom waren onze punten ingegeven om te zeggen, met uw plan, doe daar wat extra nodig is om minstens te zorgen dat het veilig is. Maar blijkbaar kan u daar het verschil niet zien en noemt u dat haatzaaierij. Als er iemand mensen tegenover elkaar opzet, meneer de burgemeester, ik denk niet dat wij lessen te krijgen hebben. Oké, het is eigenlijk een kennisname. Dus technisch gezien hoeven we er niet over te stemmen, maar is er toch iemand die daar een stemming over vraagt? Ja, wij vragen erover de stemming. Ja, wij ook. Ja, ik ook. Maar ja, dus kennisname, ik kan dat toch niet over stemmen? Nee, ik kan dat niet. Ik kan niet stemmen over je kennisname. Oké, het is kennisname van een vergunning. Nee, er is geen stemming over. Want er is wel een stemming straks over de goedkeuring van de aanpassing van het algemeen politiereglement Kokzijde. Burgemeester? Ja, oké, ik vraag de stemming. Wat is de goedkeuring aanpassing? Voorzitter, mag ik nog even... Ja, even van over. Doe maar. Er zou nog een aanpassing moeten komen. Ik heb nog een fout ontdekt in het politiereglement. Titel 6, strand, hoofdstuk 3, wijziging artikel 1. Ja. Daar staat bij paragraaf 2, zone zeebermduinen, begrepen tussen de cottagelaan. Het is grensbewaakte zone duinpark staat daar, maar dat moet weg uiteraard. Dus het moet zijn zone zeebermduinen, begrepen tussen de Felix Timmermanslaan, grens met bewaakte zone Oost-Tuinkerken Centrum, en de Paardenvissersweg, grens van de bewaakte zone Groendijk. Raadslid Van Erk. Is het de bedoeling? Mag ik tussenkomst doen op dit punt, technisch? Ja, ik geef u het woord. Dank u wel. Er zijn inderdaad een aantal zaken die volgens mij in het reglement zelf niet zo duidelijk zijn. En ik zou toch willen aandringen om het verstaanbaar te maken. Want bepaalde zaken kunnen bepaalde ambiguïteit met zich meebrengen. We beginnen bijvoorbeeld bij hoofdstuk 1, artikel 1.3. Daar wordt er een uitleg gegeven, maar daar staat er niet bij dat je eigenlijk de signalisatie van de kleuren van de vlag bijvoorbeeld en de betrokken redderspost moet gaan respecteren. Dus je zou kunnen de indruk wekken in dit artikelnummer dat je dat eigenlijk altijd zou mogen doen. Mijn volgende punt is dat er geen verduidelijking in het politiereglement staat rond skinboards. Ik kan daar niets van terugvinden. Wat met skinboards, want dat is ook al een eeuwige discussie bij de redders. De ene post stuurt ze door naar een onbewaakte zone, de andere zegt nee, doe het maar in de bewaakte zone. Dat staat niet duidelijk beschreven in het politiereglement. Dan hoofdstuk 1, artikel 1.18, ook weer daar de richtlijnen naar de betrokken post en de signalisatie. We begrepen nogthans hier in dit punt, en daar moet ik raadslid Lones in bijtreden, dat de launchcode, of de launchcode, die werd toegestaan volgens dit artikel, laat uitschijnen dat je het wel mag doen in niet in een watersportzone, maar dat je het wel mag doen in een bewaakte zone. Dus het is helemaal niet meer duidelijk, terwijl ik het eigenlijk op de commissie anders had begrepen. Dan hoofdstuk 1, artikel 1.19, 20 en 21. Dit is een beschrijving, maar wat zijn dan de officiële opvolgingen in die watersportzone? Moeten zij dan in de watersportzone blijven of mogen zij ook in een bewaakte zone, zwemzone? Want er staat wel volgens de officiële zeekaarten, maar ik weet niet of een strandbezoeker eigenlijk de officiële zeekaarten gaat consulteren, maar misschien was het duidelijker als u het zou uitdrukken in zwemzone of watersportzone en dan wel of niet toegelaten, zodat het meteen verstaanbaar is het kader van de bekommernis. Hoofdstuk 2, artikel 3.6, vind ik een beetje een ongelukkige formulering in die zin dat er staat wanneer de surfers gaan surfen bij extreem weer, dat het voor hun slechte weersomstandigheden zijn. Ik denk dat het net voor die topsurfers goede weersomstandigheden zouden kunnen zijn. Dus eigenlijk zou ik daar opteren voor het woord slechte te vervangen door een woord die misschien adequater is in de context van de windsurfer, die eigenlijk dan vooral slaat op de ervaren windsurfer, die hier een ander woord zou kunnen hebben.
Dan in hoofdstuk 4, artikel 1.2, staat er op een bepaald moment in het begin baden en zwemmen. En dan twee paragrafen later staat er enkel baden en staat er niet meer zwemmen. Dus ik denk dat en zwemmen daar nog moet toegevoegd worden. Mijn vraag was ook naar de schepen als Centrum Oosteunkerke verandert van naam naar ODK Centrum en 21, moet dat hier dan vermeld staan? Moet dat zijn? En ik kon eigenlijk ook nergens in het politiereglement terugvinden wat jullie verstaan onder de definitie van baden. Hey, wat is dat baden? Is dat tot op scheenbeenhoogte? Is dat tot op kniehoogte? Is dat tot op heuphoogte? Zeker als u daar dan die launchcoat gaat toelaten, want die mensen zitten wel degelijk tot op hun heupen in het water. Ja, wat is het dan? Zijn zij aan het baden of zijn zij aan het zwemmen? Dus ik denk dat de definitie daar heel duidelijk moet zijn. Als mensen vragen, is het toegelaten om te baden, pootje baden, of dat dan kan. Ik denk dat dat de belangrijkste technische opmerkingen zijn in deze formulering van onze fractie. Oké, raadslid Lones. Ja, dankjewel. Ik wil de vorige spreker graag bijtreden. Als je wil dat veilig is, moet je zorgen dat uw regels zeer duidelijk zijn. Ik zal niet herhalen, maar een ganse deel van de punten die Elwin maakte, stonden hier ook op ons lijstje. Er zit veel onduidelijkheid in. Maar ik wil het eigenlijk beperken tot maar één ding. Bodyboarden. Met een plankje in zee gaan. Dus er wordt nu opgeschreven dat in punt 3a, daar ergens body- en waveboarden, wordt er gezegd dat dat toegestaan is in de zwemzone. Maar tegelijk staat iets hoger brandingsporten, dat zijn elke sportactiviteiten die bevoogd zijn met tuigen voor brandingsporten. Mijn vraag is nu, als je met een bodyboard in zee gaat, waar mag je dat doen? Mag je dat doen in de watersportzone of niet? En dat is wel een zeer belangrijke vraag. Maar als je zegt, ja, het antwoord is ja, met een bodyboardje mag je in de watersportzone, want dat is een watersport, want het voldoet dus wel degelijk aan de definitie van het politiereglement. Hè. Elke sportactiviteit beoefent met tuigen voor brandingsporten. Dat staat er expliciet in. Ja, als dat mag, dan zal elk kindje met een plankje gaan zwemmen in de vroegere zone Duinpark. Wat is daar het antwoord? Dus niet de bedoeling, de bodyboards mogen niet in een watersportzone. Het is enkel in een bewaakte zone. Maar volgens het politiereglement mag het wel, hè? Ja, zo staat het daar. Mag wel zeker, volgens politie. Dat is zeker de bedoeling niet. Ja, maar het uiteraard. Mag wel. Ja. Het staat letterlijk dat bodyboards toegelaten zijn in de watersportzone. In het reglement. Dus iedereen met een plankje kan gaan zwemmen in de watersportzone. Nee, maar je zwemt dat niet, hè? Je zwemt dat niet. Ja, maar kan watersport, iedereen met een plankje kan watersporten in de watersportzone. Kan terecht in de watersportzone. Zo staat het in het reglement. Dus kan geen boete krijgen, hè? Voor alle duidelijkheid. Kan ook niet gevraagd worden om het water te verlaten. Dus dat is jullie politiereglement, voor alle duidelijkheid. Dit is niet ons. Hè? Mag sporten in die zone. Mag sporten, ja, met een plankje. Mag sporten in die zone. Niet zwemmen, zoals ze zeggen. Ja, voilà. Maar dus onze Kas is 5 jaar oud. Hij heeft een plankje. Ja. En hij kan hem zelfs een surfpak aandoen. Nee, en dan zal hij dus volgens politiereglement een watersportzone zijn. Wat ik wel weet, is dat ik als papa geen 5 meter van hem vandaan zal staan. Hè. En ik mag hopen dat elke ouder hetzelfde doet. Hè. Stop. Ik mag hopen dat elke ouder hetzelfde doet. Want redders zullen er niet staan om het in de gaten te houden. Hè. Maar ik zou hier rijden. Ja. 3 redders zijn er. Mag er geen karikatuur van, hè? Ook nog een kleine opmerking. Klein beetje er is al blijven, jaar en dag een surfzone in Middelkerken en dat is wat daar schering en inslag is. Kinderen die dat gewoon met een surfplankje gaan zwemmen, dat zijn, wij staan op het strand, hè, burgemeester. We zijn redder geweest. Wij weten ook, ik heb jaren op Duinpark gestaan met de grens, met de onbewaakte zone. Dus we kennen die problemen dat goed. Dat is iemand die het onderwijs gestaan heeft, die vindt dat de mensen alleen in het onderwijs kunnen spreken over onderwijs. Dat zeg ik niet, maar als u zelfs niet weet dat in een surfzone in Middelkerken... Als u zelfs niet weet dat in een surfzone in Middelkerken dat daar schering en neerslag geweest is, jaar en dag... Ja, ik ga nooit gaan zwemmen naar Middelkerken. Ik heb plaatsen nog in onze kerken. Oké, mevrouw Hanke. Ja, dus titel 6, strand, hoofdstuk 5, afdeling 2, wijziging, artikel 4. De eerste paragraaf, daar zou je de datum moeten aanpassen, want daar staat worden aangebracht van 1 oktober, 16 september tot 31 mei. Dus ik geloof niet dat dat ook juist is. Welk artikel is dat dan? Ja, titel 6, strand, hoofdstuk 5, afdeling 2. Wijziging artikel 4,
En dan de eerste paragraaf, verbodsbepalingen en verplichtingen. De ankers en andere gebruikte materialen voor het vastmaken van netten mogen slechts op het strand worden aangebracht van 1 oktober, 16 september tot 6... Ja? Ja, we gaan dat controleren en dan aanpassen indien dat nodig is. Dank u wel. Voorzitter, ik stel voor vanuit onze fractie dat wij gewoon al onze opmerkingen gaan meegeven aan de bevoegde schepen. Ik denk dat je daarmee aan de slag kan. Ik denk toch wel dat het belangrijk is dat dat politiereglement... Onze algemeen directeur heeft alles genoteerd. We gaan dat, misschien dat ik kan geven, want het is goed. Ja, maar we gaan het sowieso nog doorsturen, maar dan begrijpt u dat het eigenlijk wel moeilijk is om vandaag te stemmen over dat politiereglement. Ja, we moeten wel stemmen. Voorzitter, raadslid Lonos. Ja, wij stemmen hier wel degelijk over een politiereglement. Dus voor een nieuwe zone die in werking moet treden. Maar dat is niet met hier zo'n beetje mondeling hier en daar iets te zeggen, want het komt in orde dat het in orde komt. Hè. Dit is het politiereglement van onze gemeente. Ja, dat moet gestemd worden. We gaan sowieso stemmen. Hè. Ja, waarover stemmen we? Hetgeen die hiervoor ligt. Dus over de caduque tekst stemmen wij. Jij zegt dat de caduque tekst hier een keer... Ik zeg dat niet. De schepen zegt het, want de schepen zegt dat ze rekening zullen houden met alle bemerkingen. Dat is die daar juist gezegd geweest is met de... Wat is er daar nog van? En ik heb die opmerkingen die ik in het begin geformuleerd heb. Misschien dat ik kan zeggen niet wat dat... Maar dus alles wat schepen, wat de raadslid Van Erk gezegd heeft en ik gezegd heb, zijn bij deze amendementen op het politiereglement die we allemaal ineens meestemmen. Nee, dat kunnen we niet. De tekst moet eerst aanpassen. Nee, maar dat is wat jullie zeggen. Dat er rekening mee zal gehouden worden. Oh, nee, toch een beetje serieus. Dit is het politiereglement van onze gemeente. Oké, maar ik stel voor dat we staan bij... Ik ga misschien, voorzitter, ik zal nog één ding willen zeggen. Ongelooflijk. Ik heb nog niets gezegd over Hans die problematiek. Maar het gaat eigenlijk over... Goed nadenken. Met al de miserie dat er bestaat in de wereld, ik heb dat de vorige keer ook al gezegd. Ik zit 25, 26 jaar in de gemeenteraad. Er waren daar vorige keer 30 hysterische mensen, opgejut door ik weet niet wie, die daar dingen gezegd hebben dat ik nog nooit gehoord heb in de gemeenteraad, zelfs die in de glorieuze tijd van de jaren 80. Toen Mark en mijn vader de gemeenteraad zaten, was dat in de glorieuze tijd, maar zo'n dingen hebben ze nooit gehoord. Zo'n dingen, je kunt niet weten, je was er niet bij. Mijn vader had dat toch ander verhaal verteld. Ja, jij was er niet bij. Maar ik wil je zeggen, dat gaat hier over 300 meter zwemzone die afgeschaft wordt, en cabines, 40 cabines die opschuiven. Het gaat over niet meer dan dat. En dan zijn er 20 mensen, 20 families, die elkaar opjutten, die niet kunnen relativeren en die hysterisch doen. Het gaat over niet meer dan dat. Denk een keer goed na. Er zijn andere problemen om op te lossen. Hè? Ik begrijp niet dat jullie daar kunnen over blijven discussiëren over zo'n banaliteit. Hè? Ik noem dat een banaliteit. Ik noem dat een banaliteit. Maar de discussie was het vorige punt. Nee, nu gaat het over het politiereglement. Ik excuseer raadslid Van Erk, maar ik zou graag hem dat u het woord vraagt wanneer dat u het jullie woord hebben dit wenst. Dat niet zomaar allemaal burgemeester doet dat ook niet. Praten. Niemand doet dat hier. Jullie hebben dit dossier gewoon mismeesterd door niet in overleg te gaan. Voor je eigen partij dat dan ook doen, Charlotte. Het is altijd aan de oppositie dat je die opmerking maakt. Er zijn 20 mensen die dat als een privéstrand beschouwen. Gewoon mismeesterd. Goed, maar staan. We gaan stemmen. Ik heb al, we gaan, nee, echt waar. Nu gaan we stemmen. Ik heb al 3 keer gezegd, we gaan stemmen. En iedereen begint hier gewoon door die micro te roepen. We gaan nu stemmen. Punt wordt afgerond. Oké. Okay. Ja, we kunnen beginnen. Wat is het? Mijn machine, dat is hier saboteerd, zeker ze. Niet meer, maar niet meer dan dat. Dirk, moet je ook nog stemmen? Nee, ik heb gestemd.